Hallo allemaal en welkom bij Het Ruige Huis. Dit wordt aflevering 100. Ik ben Chantal en dit is mijn wekelijkse vlog hier op YouTube. En laat ik beginnen te vertellen dat het met Wurre, onze oude kat van 18 jaar, inmiddels alweer een heel stuk beter gaat. Ze had vermoedelijk een blaasontsteking, heeft antibiotica gekregen en daar doet ze het enorm goed op. De kuur is bijna afgelopen, maar we merkten dat ze zich al heel snel weer de oude begon te voelen. Dus dat is fijn. En dit was ook de week dat Loki een aangename verrassing kreeg. Loki die woont sinds februari dit jaar bij ons. We hebben haar via verhuisdieren.nl aangeschaft. En altijd contact gehouden met de vorige eigenaar. Heel vaak appjes gestuurd. En dit was ook de week dat de vorige eigenaar een keer langs kon komen om haar weer te zien. En Loki herkende haar echt nog, de geur. Dat was zo leuk om te zien. Dus ze hebben samen heel veel geknuffeld en Loki heeft lekkere dingetjes gekregen. En we hebben bijgepraat en een beetje gewandeld en nog meer met Loki geknuffeld. Dus dat was ontzettend leuk. Ontzettend leuk om te zien. Fijn voor Loki ook. Het is warm, hè, voorzichtig. Gracias. Die de nada. Con gusto. Ja, en die een belangrijke dag. Een dia especial. Dia especial. Sí, sí. Als het goed gaat, hè? Dat heb ik inmiddels ook al van jou geleerd. Ja. Het gaat zoals het gaat. Ja, dat kun je niet. Dat is altijd moeten geluk hebben. Maar we hebben ons goed voorbereid. Dit is wel, Frans, de week die er nu op gaat, is de week die jij echt helemaal vanuit het niks gemaakt hebt. Ja, dat is de nieuwe. Want die wiek van vorige keer, dat was nog gerepareerd. Het was een beetje gerepareerd, maar in principe qua beugels en zo wist je zeker dat dat goed ging. Ja, ik heb nou zo goed mogelijk uitgemeten, dus het kan eigenlijk niet mis. Mag niet fout gaan. Eigenlijk niet, maar je weet al hoe dat gaat, hè. Dat heb je ook wel eens met je vak, denk ik. Bepaalde dingen die je maakt en je denkt, nou, dit is fantastisch. En dan haal je mij het over. Het komt voor, misbaksels. Ja. Ja. Lust je nou al een chocolaatje? Mag dat al? Ja! Oh. Op voorhand. Je mag zelf kiezen. Ik geef er niks om. Deze is slaafvrij. Oké, okay. Ja. En dan mocht je hier met slaaf gaan werken, dan pak je die. Ja, als ik ga. Hallo. Goeiedag. Hey Adrie. Hoi. Adrie. Je komt op beeld, hè, als je hier bent. Komt erbij zitten, Adrie. Ja, nee, dat is jullie ding. Nee, Adrie, plek, kom. Plek zelf. Als je het niet erg vindt, hè? Nee, absoluut niet. Zo want binnenkort hebben we ook weer de uilendag, hè? We hebben een werkbespreking. Nou, doen we altijd. Adrie, lust je ook een stukje of een kopje thee? Kan niet aan, want ik heb net een kopje koffie gehad voordat ik weer ging. Okay. Lust je dan een stukje kool? Een stukje chocolade doe ik gezellig mee. Dankjewel. Hier is ook puur alleen, hè? Ik weet niet of het ook goed hier zit amandel bij. Okay. Alles is lekker en goed. Ja. Maar we moeten altijd even proosten op een goede. Pak een drijfje. Ja, dat alles goed gaat verlopen. En zo. Dat heiligen kunnen niet meer van op aan. Hè. Nee. Dus, maar een goede werkbespreking is heel belangrijk natuurlijk. Ja. Goede voorbereiding. Nou, ik denk nu vooral de werkbespreking. Van de week zelf, dat is hetzelfde als de vorige keer. Ja. Het enige wat nieuw is nu, is dat takelen. En wat ik van de vorige keer had begrepen, is dat het ongeveer een uur gaat duren. Ja, maar heel rustig aan. Ja. Heel rustig aan. We gaan hem eerst proberen over zover mogelijk met de hand te duwen. Ja. En dan zet ik hem op de vang. Waarschijnlijk loopt hij terug, maar dan is een combinatie van dat we die reep bij het liertje strak moeten zetten. Ja. En dan blijft hij hangen. En dan gaan we langzaam draaien. Ja. Ja. Moeten we de touw in de gaten houden? Het takeltje. Moet er nog af? Nee, dat wou ik laten zitten. Ik heb het nou bij elkaar gebonden, die kettingen. Ja, maar dat het niet ergens achter blijft hangen. Dus wat we dan moeten doen, regelmatig dat liertje een beetje naar voren trekken. Ja. Dat hij loodrecht kan blijven hangen. Ah. En dan op een gegeven moment hangt hij weer goed voor de laatste beurt. Kon je slapen vannacht? Fantastisch, ja. Ja? Vinden dat wel extra spannend? Het is spannend, altijd toch even een heel ding. De gekste dingen kunnen gebeuren die je niet verwacht, hè? Nee, het is. Wat is het ergste wat er vandaag kan gebeuren?
dat hij los zit. Dat er iets breekt. En dan, ja. Dat hij dan moet je altijd wegwezen, hè? Ja. Hmm. Niet zo kijken van meteen wegwezen. Hup. Dan vallen wat valt. Dat heb ik wel geleerd op zee. Als het echt verkeerd kan gaan, dan moet je zo dat je wegwezen. Als je weg kunt. Ja, ja. Je moet van tevoren goed kijken waar je naartoe kunt. Maar goed, wij gaan, beginnen? We gaan beginnen met takelen. Ja, we gaan beginnen. Vamos. Vamos, vamos. Ik ga jullie een beetje observeren. Als je een hulp nodig hebt, Frans, dan moet je het zeggen. Een hulpwaarder, ja. Ja. Ik ga de chocola wel uit de zon leggen, Frans. Want... Ja, dan wordt het wel groter, hè, als je in de zon laat. Straks chocola moes. Wordt die groter. En platter. Even kijken. Ja. Ja, spannend hè. De wiek ligt al klaar voor straks, maar eerst de touwen. Dit is het principe. Ik ga gewoon rustig draaien. En dan moet jij opletten dat hij die baan pakt. Hij moet zich hier tussen gaan brengen. Ja. Er komt daar een hele spanning op. En dan moet hij heel zoetjes aan opschuiven iedere keer. Snap je? Zo werkt dat. Ja. Maar als hij dat niet doet? Ja, dan moet hij hem even lossen. Dan moet hij weer een stukje terug? Ja. Misschien zou ik jou even kijken. Hij is nog niet echt bewogen, hè? Nee, is hij van de rem nu? Ja, hij is van de rem. Moeten we deze. Kijk, hij zit er nog. Ik zal eens pakken. Waar je iets tussenin kunt steken, dat je een beetje opschuift. Ja, hè? Ja. Niet mijn vingers doen, want als hij schrikt, dan moet je schrikken, hè. Pop, schiet hij dan ineens. Maar zo gaat het ook goed, toch? Hij komt wel. Ja, zeker. Het zijn iedere keer maar centimetertjes, maar dat is voldoende. En de wrijving is genoeg, hè. Ik hoef hem echt niet echt strak te houden. Wat? Nee, hij komt. Hij komt. Hij komt. Nee, daar schiet het touwtje. Daar schiet het touwtje. Ja. Ja, het touwtje. Ja, dus nu komt hij beter in zijn geheel op spanning. Ja, dan moet die touw, dat is die strop. Eens even kijken. Die strop moet nog strakker komen. Laat ik weer beginnen te vertellen dat alles goed is gegaan. Maar niet helemaal zonder slag of stoot. Want we waren een tijdje bezig en toen leek alsof het wel ergens stagneerde. Dus ze hebben weer werkoverleg, rijpberaad gehad. En even goed nadenken. En toen bleek dat de molen, de touwen van de molen die aan de wieken zaten, niet helemaal mooi in één lijn zaten. Dus de molen moest een klein stukje om zijn as draaien, zodat de touwen wat meer in één lijn kwamen en dus ook minder weerstand gaven. En toen we dat eenmaal voor elkaar hadden, toen ging het allemaal een heel stuk beter. Het is toch ook hier weer, het ging allemaal wel soepel, maar soms moet je toch even je groef vinden en een paar van die kleine kinderziektes eruit halen. Ja, Adrie, laat maar los. Maar dan gaat het ook. Het is wel een lang proces. We hebben hier best wel een tijdje over gedaan. Ja, we gaan weer draaien. Maar ja, ook dat hoort erbij. Het is het meest stoere werk wat ik ooit heb gedaan, Frans. Echt waar? Dat is Michiel de Ruiter, draaide aan het grote wiel. Ja. Waar zit vooruitgang in? Ja. Nou, ik wist dat duurt heel lang.
ook gewoon stoppen eventjes, hè. Zullen we dat dadelijk eens doen? Even stoppen? Dat kan, hè. Is geen probleem. Gewoon voor de kracht weer te verzamelen. Ben je eraan toe, Frans? Nee, maar voor jou. Kan je de spanning niet meer aan? Nee, voor jou, denk ik. We zijn toch maar eventjes pauze gaan houden. Uiteindelijk moeten die wieken een slag van 180 graden maken. En we zitten hier nog niet eens op de eerste 90. Maar na de pauze zijn we gewoon weer verder gegaan. Ik heb het maar even met een versnelde speed laten zien. Want anders dan heb je het gevoel alsof er helemaal niks gebeurt. Het gaat zo met zulke kleine stukjes. Ja, dat zou hele saaie televisie opleveren. Dus maar even versneld gedaan. En ondertussen zijn wij maar gewoon aan het draaien en aan het draaien en aan het draaien. Ik ben af en toe wel van arm verwisseld, maar ik kan wel eerlijk toegeven dat ik hier de dag daarna best wel een beetje spierpijn van had in mijn schouders. Dat is inmiddels weer voorbij hoor, het is allemaal goed gekomen. Ja, en dan is er opeens het moment dat hij bijna in zijn juiste positie staat. Ook dit heb ik maar even versneld gedaan. De tweede helft was echt wel een stuk makkelijker, want dan gaat ook het gewicht van de wieken zelf wat beter meespelen en meehelpen. Want daarvoor hing alles heel erg aan dat touw te hangen en inmiddels is dat al wat minder gewicht. En dan is het zover. Dan is dit eerste deel gedaan. Inmiddels was ook Dre aangekomen. Dre is een goede vriend van Frans, die oorspronkelijk ook heel erg heeft meegeholpen met de bouw van de molen destijds. En dan staat de tweede klus op het programma en dat is het hijsen van de laatste wiek. Nou, dat heb ik de vorige keer al wat uitgebreider laten zien, dus ik doe dat hier ook een beetje versneld. Het is allemaal op zich ook heel soepel verlopen. Op een gegeven moment stond hij redelijk recht. Toen heeft Frans er een beugel omheen gedaan. Heel los nog, maar om ervoor te zorgen dat hij in zijn groef bleef. En dan was het alleen maar een kwestie van de andere beugels vastmaken. Ja, hij hangt hè Frans? Ja, hij hangt. Biertje gaat los. Ja. Moet ik deze dingen aanpakken? Ja, we hebben vier beugels. En dan kunnen we hij zit er nou met drieën vast, dus... Ik verwacht niet dat hij naar beneden schiet. Ja. Ja, het liertje ging los. De laatste beugel erin. En Adrie hielp met het vastschroeven van die laatste beugel. En toen was het werk een feit. Klus geklaard. Ja? Dan dalen we af, hè? Ja. Frans, gefeliciteerd, hè, jongen. Ja, jij ook, hè? Dankjewel allemaal. Hij heeft u een vier weken. Bedankt voor de... Voor de medewerking. Wil je hem vandaag ook al meteen laten draaien? Of ja, dat gaan we zo meteen doen. Gaan we zo meteen doen? Kijk, in ieder geval een zetje geven. Het was mijn eer. Ik vond het leuk. Absoluut. Ik vind het heel erg. En eindelijk, na bijna een jaar op twee wieken te hebben gestaan, is het moment bijna daar dat hij weer gaat draaien. Hij wordt eerst even op de wind gezet. En dan is het zover. Oeh! Daar gaat hij, Frans! Ja. Nou stopt hij. Ja, daar zit een landlichtigheid in. Hij moet nog in balans worden gebracht. Ja. Waar ik zelf niet over had nagedacht natuurlijk, maar wat Frans wel wist, is dat de molen eerst weer helemaal in balans moet komen. En dat doe je met gewichten. In eerste instantie zijn dat losse gewichten. Gaat hij weer de verkeerde kant op? Hallo Frans. Frans, hij gaat... Kom maar terug, Chantal. Kom maar terug. Ja, pas op, hè. Even blijven staan. Het was nog te licht, hè. Die nieuwe balk is gewoon het zwaarste. Ja. Ik zal hem nog eens een zetje geven. We zijn er steeds over zo zitten. Ja, ik weet het niet, hè. Daarom zit het een leuke wijken voor jou, hè. Op hun stille dagen. Wacht. Hij zit... Ga je niet recht? Ja, zo. Ja. Ja? Ja.
Ja, dit zijn misschien wel letterlijk de laatste loodjes van de molen, geloof ik. Dit is niet iets voor deze dag. Natuurlijk zou het heel leuk zijn geweest als de molen even lekker had kunnen draaien. Maar het uitbalanceren, dat moet je eigenlijk doen op een windstille dag en met frisse energie. Dat is iets wat de mannen onderling ergens in de komende tijd waarschijnlijk een keer gaan doen. Ja, ja. Voor mij was dit in ieder geval de laatste dag, het einde van deze dag. En ook het einde dat ik heb kunnen meehelpen met de restauratie en de reparatie van de molen. Ik vond het ontzettend leuk om te doen en gevolg te kunnen hebben. Maar hopelijk kan de molen nu voorlopig even vooruit, zonder al te grote ingrepen. Ze heeft in ieder geval weer 4 weken. En dat is mooi getimed op deze 100ste aflevering. Ik wilde jullie heel erg bedanken voor het kijken. En heel graag zie ik jullie de volgende keer weer terug. Zie je dan. Tot ziens. Dag.